Blablabla. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering. Het is weer 10 uur in de ochtend en ik heb gezegd, ik heb beloofd aan jullie elke dag een aflevering Disneycraft. Het is gewoon heel gek, maar wat we hebben gedaan, je ziet al in de verte, maar meer ga je zien naar het intro. Le intro. Le. Oh. Oké, people, let's go to work. De keizeren staan te wachten voor het harnas. En hij heeft een vlaggetje in zijn hand van: ik geef mijzelf over of ik strijd juist als de Robin Hood. Hij staat ook om een heel stuk kapotte boomstronk, lijkt het eigenlijk. Maar ik ben niet bezig met een attractie. En daar heb ik niet alleen aan gewerkt. Daar hebben eigenlijk Herman, dus Mobstar, die eigenlijk in de video was, die heeft mij geholpen met deze attractie bouwen. En daarbij heeft Giovanni ook meegedaan. En samen hebben wij met z'n drietjes hebben we eigenlijk deze attractie gebouwd. Ik heb de layout gedaan. Herman heeft de omgeving gedaan en het station voor een groot gedeel. En ik vind het fantastisch. We hebben heel goed samengewerkt zo op deze manier. En het ziet er fantastisch uit. Ik zeg het je eerlijk. En nou, zoals je ziet is het dus een houten achtbaan. Het is een vervanging van de Mickey Coaster, de Mickey baan, zeg maar. En wat nou zo speciaal aan deze achtbaan is, is dat hij gewoon van hout is. Natuurlijk net als de andere, de voorganger. Maar hij is wat realistischer. De vorige achtbaan was namelijk een beetje minder, vond ik zelf. Maar deze is gewoon gaaf. Je gaat schuin. Je gaat op en neer, op en neer, op en neer. Je komt onderdoor. En wat nou het nadeel is van zo'n achtbaan natuurlijk voor de meeste mensen, dat het heel erg lek kan geven als er heel van die fences zijn. Nou, daar is een trucje voor. En dat trucje laat ik jullie hier eigenlijk zien, wat ik ga doen. De belangrijkste is dat je het middenstuk, dat hoef je helemaal niet te bekliederen met fences. Als je gewoon zegt van, hier zo, de buitenkant is goed, dan lijkt het alsof de binnenkant al, ja, met fences is en ziet het er al heel mooi uit. Nou, dit is natuurlijk echt het rotste werk wat er is. Vooral bij een houten achtbaan is de ondersteuning is gewoon het meeste werk en de meeste tijd waar je je aandacht aan besteedt. Is ook helemaal niet erg, want het is ook heel leuk om te doen. Uiteindelijk wordt het een fantastische achtbaan die door de VIP-sfeer wordt bestuurd. Er worden al heel veel vragen aan mij gesteld, Vincent. En wanneer ga je nou precies open? Dat is heel lastig om te zeggen, omdat we al eigenlijk 2 weken bezig zijn met een lijstje van 37 taken die wij hebben gepland voor het park. En terwijl we die taken aan het doen zijn, komen er automatisch andere meer taken bij. En dat is eigenlijk vervelend. En waarom? Omdat het lijstje dan stiekem automatisch groter wordt. En Castle Pro zegt hallo tegen mij. Ik zeg hem even persoonlijk hallo in deze video. Wat nou zo apart is, is dat die 37 taken die wij uitvoeren, dat is vooral gericht natuurlijk op het park. En wie lopen met zo'n fluitje heel irritant buiten te fluiten? Het is vlommer in carnaval. En de EK is ook nog niet begonnen. Apen. Vandaar. Het is ook leuk om te weten. Ik ga deze zaterdag, dus aankomende zaterdag, als ik het goed zeg, ik hoop het, dan ga ik met alle admins sowieso, maar ook met mijn grote vriend Robin, die je misschien kent van de Efteling video, gaan we naar Pinkpop. En dat wordt het allereerste, hoe noem je dat? Driedaagse grote concert waar ik ooit ben geweest in mijn leven. Ik ben ooit wel eens 1 dag in Bospop geweest. En dat heb ik eigenlijk, hoe zeg je dat? Er zijn maar 1 dag geweest. Ja, en dat was eigenlijk al lang genoeg. Maar nu gaan we dus 3 dagen. En Robbie komt ook 1 dag. En Gio komt 1 dag. En Erik komt alle 3 dagen zelfs. Ik zeg fantastisch. Ik vind het gewoon super. En even kijken. We zijn dus bezig met de ondersteuningen van deze achtbaan. Ik ga dit niet de hele tijd laten zien. Ik ga ook even wat anders doen. We gaan gewoon even een beetje random kijken in het park naar wat vernieuwingen. Ik ga niet alles laten zien. Maar ik laat jullie wel een stuk zien wat heel erg is verbeterd. En daar gaan jullie echt helemaal verliefd op worden. Dat weet ik nou al zeker weten. Ik ga er gewoon nu stiekem naartoe op mijn gemakje. Zoals je ziet is natuurlijk, worden de paden veranderd. Ben ik nog steeds mee bezig. De wegwijzers worden ook vernieuwd in een Disney jasje. Er komen lantaarnpaaltjes verspreid, prullenbakjes, bankjes. Zodat het wat meer vormgeving geeft aan de paden. Wat nou nieuw is, het hele pad wordt verdwenen naast de Wonderworld. En we gaan er even naartoe. Want ik ga even schuin oversteken. En dan komen we op een gebied wat jullie totaal misschien niet meer herkennen. Maar er zeker nog steeds bestaat. En dat is namelijk de Disney Tour. En de Disney Tour heeft een opbeurt knap. Opknapbeurt. Opknapbeurt, ja.
Waarom zeg ik opbeurtsknap? Hij heeft een opbeurtsknap gekregen, dames en heren. Ik ga het laten zien. Het laat een beetje langzaam. Ik weet niet waarom. Plop. Chunk. Kom op, Chunk. Ik wil jullie zien, Chunks. Kom op. Kom op. Nou, zoals jullie zien is de Rainbow-attractie weg. Dat is de boomstam-attractie die het water laat zien. Ik laat het gewoon even zien. Heel grof gezegd, je gaat hier doorheen. Je zag hier altijd een attractie en die is voor een groot deel. Waarom laat het nou zo langzaam? Jongens, dat kan toch niet? Nu kun je door heel de map kijken. Dat maakt op zich niet uit. Maar je ziet heel de attractie is weggehaald en er komt weer wat nieuws. Er komt namelijk een treinstationnetje. Ja. Als we doorgaan, dan zien jullie dat het reuzenrad veel dichter... Jongens, kom op. Ik moet die chunks toch zien. Is het liggen aan mijn video settings? Ik ga eens kijken hoor. Nee, 16 chunks. Nou ja, particles. Ja, alles staat goed. Ja toch? Frame rate. Goed toch? Ik vind het goed. Oké, ja, nu zien we wat meer. Oh, we zien gelijk wat meer. Mooi zo. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Je ziet dat het verbeterd is. Hier stond een heel groot plein. Een heel groot... hoe zeg je dat? De bel gaat. Moment. Ik ben heel nieuwsgierig. Jullie blijven kijken naar het prachtige reusrad. Zo, helaas geen pakketje voor mij. Soms verwacht ik wel eens een pakketje, weet je wel. Ik bestel nog wel eens wat op eBay. Maar mensen, sorry. Ik zal weer terugkomen to the point. Sorry. Excuus. Hier stond een plein, een fonteintje, water. Het zag er niet uit. Daaraan grensde de monorail. De monorail is totaal verdwenen. Het is helemaal nieuw. Het is veranderd. En het dolf is helemaal aangepast. Dit is namelijk nu de Alice in Wonderland. En Alice in Wonderland is een dolf waarin wij dus... Waarom gaat mijn Minecraft niet verder? Jullie zien nu gewoon het reuzenrad. Jammer dit. Sorry mensen, ik ben er weer. Het liep een beetje vast. Ik moest Minecraft weer opnieuw starten. Kan gebeuren. Shit happens. Nou, wat je dus merkt in Disneycraft is dat er dus heel veel verandering is gekomen qua paden, qua functies. Ik laat ook niet te veel zien, want ik vind dat jullie dat zelf allemaal moeten gaan ontdekken. Maar we zijn nog steeds bezig met keiharde aanpassingen, verandering van attracties, verbeteringen, vernieuwingen. En dat wordt allemaal gezien in Disneycraft 2.0. Zoals je ziet is het nog allemaal een aanbouw. Is het echt een chaotische bom eigenlijk in de server. Het is eigenlijk echt chaotisch. En ja, het komt allemaal op uiteindelijk komt het allemaal goed. Maar het duurt gewoon eventjes. We zijn ook heel veel aan het slopen. Is op zich wel grappig. Ja, ik vind het wel leuk, weet je. Het slopen heeft wel iets. Jullie weten ook natuurlijk met mijn baronpraktijken dat ik altijd heel erg nasty was. Altijd heel gemeen met mijn plannen. Vooral in de Banjo Town in de server. Dan mocht ik me altijd best wel uitleven als mijn rol als baron. En daardoor, door de baron, ben ik eigenlijk ook wat groter geworden in Banjo Town. En dat vind ik altijd nog fantastisch. En binnenkort komt er ook een hele leuke video. Ik mag eigenlijk niet te veel verklappen. Maar er komt een video op Banjo Town van Disneycraft. Ik ga een ontzettend gave video maken met compilaties. Stukjes uit muziekvideo's. Vernieuwingen. Geschiedenis Disneycraft. Dat wordt echt fantastisch. Ik ga veel tijd besteden aan die video. En het worden twee video's van ruim 10 tot 20 minuten. Dus dat wordt lekker lang kijken, genieten van Disneycraft. In één hele week. En dan zal het ook het moment zijn dat binnenkort de server gewoon weer aangaat. Dus wanneer de video op Banjo Town komt over Disneycraft, houd in de gaten. Dan zal ook as soon as possible, dus al zo snel mogelijk, de server open gaan voor jullie allemaal als bezoekers. En wat is nou zo fijn aan dat? Is dat wij dus, Gio is eigenlijk keihard bezig geweest we hadden een probleem met de plugin waarin je dus je huisjes kan huren en kopen. Wij moesten de plugin resetten helaas. En hierdoor is dus alle namen zijn wegverdwenen van alle huisjes. Maar we hebben wel, Gio heeft eigenlijk met Kenzo handmatig, ik zweer het je, handmatig iedereen zijn geld teruggegeven op zijn account. Dus dat betekent dat jij ooit dus geld hebt gekocht aan een Disney Coins of iets, dat jij gewoon dat geld gewoon op je rekening houdt als jij de server binnenkomt. Dus wees niet bang dat die coins, dat je die hebt voor niks hebt gespaard. Die blijven gewoon voor altijd op je account staan. Wees daar niet bang voor. We hebben heel veel aanpassingen en nieuwe plugins. We hebben geloof ik iets van 4 à 5 nieuwe plugins in de server draaien. En het is fantastisch, want het geeft echt heel leuke dingetjes. Voor mij hebben we zelfs 6 plugins zelfs. En daardoor hebben wij echt... te veel plugins in de server, maar dat maakt de server juist heel vet, vind ik zelf. En heel realistisch, overigens. Nou, ik ben nog steeds die ondersteuning aan het doen. Zoals je ziet moet ik echt heel veel ondersteuning doen, maar ben ik al bijna klaar op zich, want ik heb al heel veel gedaan. Het grootste werk is natuurlijk het hoogste
het hoogste standpunt van de attractie. Ik laat nog even de voorkant zien. Zoals je ziet stond hier de oude parkeerplaats, jongens. Het is ongelooflijk. Maar hier stond die abnormaal grote parkeerplaats. Die parkeerplaats is helemaal opgeschoven naar achteren. En is het allemaal veel logischer. Want ja, de meeste mensen wisten niet eens hoe ze moesten komen naar die parkeerplaats. Dus we gaan daar een parkeerplaats maken voor zeg maar mensen voor Duckstad. En zo, wat heb ik nog meer te vertellen? Ik heb een hoop te vertellen, omdat er een hoop is gebeurd. En het is gewoon fantastisch. Ik heb mensen gehoord natuurlijk in de video's. Arno kwam natuurlijk al langs. Die zei, wat een fantastische verbetering. En dat doet mij goed. Dat doet mij heel erg goed juist. Ik vind dat heel erg tof om te horen, die complimenten. Omdat dat ook de bedoeling was eigenlijk stiekem. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie commentaar is van de server. Ik kan natuurlijk niet horen wat jullie reacties zijn. Maar ik kan wel waarschijnlijk aan de chat lezen hoe jullie het gaan vinden. En sowieso aan de comments in deze video. Ja, mensen. Ongelooflijk. Ik snap sowieso niet waarom zo'n Minecraft server zo populair kan zijn. Ik had het ook nooit verwacht. En ja, ik vind het gewoon fantastisch dat jullie het naar je zin hebben. En zolang jullie het naar je zin hebben, heb ik het ook naar mijn zin. Want ja, wij bouwen dit natuurlijk eigenlijk voor onszelf natuurlijk. Maar grotendeels voor alle bezoekers die dadelijk gewoon in deze attracties kunnen. En ik vind het tot nu toe echt fantastisch hoe we het nu hebben ingericht. En het is even wennen. Het is namelijk anders dan je bent gewend. Maar ja, zoals Arne ook vorige keer zei, je merkt nou echt wel dat je meer in Disney loopt. En dat vind ik fantastisch om te horen. Ja, nou ja, ik... Oh! Nou ja, jullie zien dit nu eigenlijk. Ik heb nog iets, een laatste ding om af te sluiten. Ik ben vandaag naar de winkels geweest. Oh ja! En ik heb iets gekocht. En laat het nou iets leuks zijn. Deze camera heb ik gekocht. Hij zit nog helemaal ingepakt. En de Panasonic HCV550. Die ruim een kilometer kan inzoomen, geloof ik. Ongelooflijk. Maar daar komt nog een video over. Dus wees niet bang. Of die video is al geweest. Maar dit wordt mijn nieuwe camera. Die ga ik meenemen voor naar Disneyland. Wordt allemaal fantastisch. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ondanks misschien dat jullie weinig zagen van het park. Maar eigenlijk ik als een verrassing wil bewaren. Jullie hebben nu uiteindelijk wel na één dag de complete houten achtbaan layout gezien. Van de Robin Hood. Want dit wordt uiteindelijk de Robin Hood coaster. En er komt trouwens nog als verrassing nog een complete achtbaan in het park. Een hele nieuwe nog steeds. Er komt nog een kleine lanceerachtbaan. Er komt nog een lanceerbaan. En er komt een hele grote fantastische Disney Dark Ride. Dus er komen nog eigenlijk 4-5 mega attracties aan. En daar ben ik eigenlijk blij om. Want ja, dat komt allemaal dankzij ons geweldige team. Mensen, geef vooral een groen duimpje voor dat geweldige team. Wat Disneycraft runt. En waar we zo enthousiast over zijn. En waar jullie als dank dadelijk ook lekker kunnen spelen en surfen. Ik bedank jullie. En dan zie ik jullie natuurlijk ook morgen weer terug. Met een nieuwe aflevering om 10 uur van Disneycraft. Ik zeg natuurlijk, zoals jullie weten, salut! Doei doei! Ik heb duidelijk dit hekje, dit heb ik gewoon overgeslagen. Dit hekje staat hier gewoon dagen niks te doen. Terwijl hij gewoon in de hout moet staan. Ongelooflijk, stomme hekjes. Zeker van de doe-het-zelf-zaak, weet je wel. Van de praxis. Ja, van gaan we daar staan, weet je wel. We doen niks, we staan er maar. En we doen even niet Vincent helpen. Door even fatsoenlijk in dat hout te gaan staan. Nee, sta maar weer los. Ongelooflijk.